hallo, wat ga ik jullie laten zien deze week? Ik ga een container laden met Big Bags. Ik ga de bieten afleveren deze week. En ik geef een uitleg hoe dat de GPS werkt op een trekker. Om die trekker recht te laten rijden. Op 1 centimeter nauwkeurig. Met de elektrische pelletkar wil dat niet. Want het is een koelcontainer. En die bodem die is zo glad. Die elektrische pelletkar die wil er niet op rijden. En de Big Bags die zijn vrij breed. Deze Big Bags die gaan naar Egypte. Het is bijna net een pretpark. Vandaag komen ze de suikerbieten ophalen. Wat gaan ze doen als deze suikerbieten geladen zijn op de vrachtwagen? Ze gaan deze biet gaan ze tarreren. Hoeveel tarra dat eraan zit. Dus alle grond eraf en al het blad wat er nog aan zou zitten, snijden ze eraf. Ze nemen dat monster in de vrachtwagen. En dan wordt nadat het gewogen en gespoeld en gewassen is, wordt het suikergehalte bepaald. En hoeveel suiker dat er in die biet zit, daar worden wij op uitbetaald. Nou, de bieten zijn weg. Ik heb hier nog 2 bieten staan. Deze bieten wegen ongeveer 1,5 kilo per stuk. En uit die 2 bieten, daar kunnen ze toch 1 doosje suikerklontjes uithalen. Van 500 gram. Hallo, ik ga jullie proberen uit te leggen hoe dat de GPS werkt met deze trekker. Ik ga een proeflijn maken, een AB-lijn maken op het kavelpad. Een potmeter op het voorwiel om de hoek te meten, hoe dat het voorwiel staat. Een ontvanger en een antenne voor ontvangstdata. Een modem. Gyroscoop. En het belangrijkste is het scherm. Sluiten we de kabel aan voor de dataverbinding. En deze trekker is af fabriek voorbereid voor GPS. Dus ik schakel hier deze schakelaar in, dan wordt de stuursensor en het hydraulieke blok aangestuurd. Nou, ik zet het scherm aan.
activeren. Open perceel. We gaan koppen en gaan zaaien. We hebben de afstand op 3 meter staan. Automatische besturing toegestaan. Ja. Lijnen. Nou heb ik al een heel stel lijnen erin staan. Maar nou ga ik een nieuwe lijn maken. Dus nieuwe rechten. ZA. Nou ga ik rijden. ZB. Klaar. Nu heb ik dus een lijn gemaakt. Lijn nummer 232. Lijn 232. Die heeft een richting van 181,99 graden. Laden. Als ik nu terugrijd. Ga ik keren. Je ziet nu wat de AB-lijn is. AB-lijn 27 centimeter naar links zit ik op de AB-lijn. Als ik nu op autopilot ga rijden, gaat de trekker vanzelf sturen. Op de lijn die ik net gemaakt heb. Dus nu kun je elke keer de werkbreedte van 3 meter kun je een lijn opschuiven. Zie afwijking van 1 centimeter, 2 centimeter. En hoe komt dat nou? Dat gaat via satellieten. Ik heb hier nu 15 satellieten in beeld. En ik werk met RTK. En wat is RTK? Real-time kinematic. Dit is mijn tracker. Dit zijn de satellieten. En ik heb een vast basisstation. En daar corrigeert de tracker op de centimeter nauwkeurig om de goede lijn te krijgen. Bedankt voor het kijken.